Alle kans van liefde. Ik mag vandaag even 60 seconds. Vooraf heen. Ik weet eigenlijk nog niet meer wat ik heb gedaan. Ik ga in ieder geval wel in ieder geval de survival weer proberen, want de rest dat wil echt niet werken. En ik weet in ieder geval wat ik moet doen tegen bandits, dus dat is wel heel fijn. Dus dan ga ik ook even proberen om een beetje gericht te houden. Oké. Okay. Geen gun, geen ammo, geen bugspray. Ah, dat is niet echt hier van het bij. En ik ga gewoon om de keer een. Ja, hoe ga ik dat zeggen? Of ja, wanneer ik word gevolgd naar de bunker, dan moet ik gewoon. Niet meer gaan, laat ik maar zeggen. Boek, gebruik het boek. Nou, iedereen heeft water nodig. Use the checkerboard. Ja, iedereen krijgt zo dadelijk te drinken. Dat is wel logisch. Ja, water. Ja, laat ik ze maar gewoon geven. Het mag een keer goed uitkomen. Nou, niemand heeft nog honger, dat is mooi. Oké, iedereen die gaat eten, top. Eventjes de radio verbreken, want dat moet ook wel eens gebeuren. Gelukkig is hij niet kapot, dus dat scheelt. Nou, iedereen die even water nodig binnenkort. Nou, nog een keer de radio gebruiken. Tuurlijk. Bam. Bam. Oké, we weten in ieder geval dat de military hier komt. Nee, dat ga ik nog helemaal niet doen. Dat is het domste idee wat je gewoon kunt maken. Ben gewoon helemaal fucked. Ik kan weer helemaal opnieuw beginnen. Ja, het enige wat we hebben is een gas mask, dus hé. Hey. We zouden hem kunnen maken met een Boy Scout boek, dus op zich. Nee, we gaan niet naar buiten voor een stukje koffie. Man, 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 water is prima. Ja. A few helpful tips that should make it easier for us to survive the next expedition. Dat is mooi. Oké, ik geef iedereen behalve Ted te eten. Ja. Nou, weet je met de Boy Scout boek dat tegenaan gooien? Ted heeft wat eten nodig. Nou, Dolores, ga jij maar even naar buiten. Ik
Ja, iedereen heeft water nodig weer. We need to fight back. Nou, we gaan gewoon de bel gebruiken om tegen. Nou, we hebben access nu wel echt, helaas. No. Ik zou willen dat ik dat ga doen, maar dat doe ik niet. Ik ben innocent. Ik ga dat niet doen. Nee, kijk, we zijn geen bandieten. Oeh, de kans dat Mary Jane nu een mutant wordt is groot als ik niks doe. Yes! Hoi! Mutant! We hebben een mutant. Oh, yes! Oh, finally. Nou, we kunnen een Mary Jane doen. Nee, dat doen we niet. We kunnen Mary Jane naar buiten sturen. Eindelijk hebben we nu mutant Mary Jane. Top. Nou, Mary Jane. Oh nee, water heb je niet door. OP. Fok radiatie, wie heeft dat nou nodig? Als je een tand hebt. Oké, Dolores wil wat eten. Maar Mary Jane is nu gewoon echt een beast, joh. Omdat ze nu niet ziek kan worden. Ze kan heel wat meenemen, ze kan heel agressief zijn. Dus op zich is het eigenlijk een soort van god. Het enige wat ze nodig moet hebben is eten, dus ja. Nee, sorry. Dingen die ik heb, die kan ik wel gebruiken. Ooit. Ja, goed dat we die bedkant nog hadden. Iedereen water, natuurlijk. Oh, ja, moment. Ze heeft niet... Of ja, ze heeft ammo meegenomen, dus dat is wel mooi. Maar ik ga nu deze aflevering weer afsluiten, ik had het leuk vonden. Geef like en bedankt dan. En dan zie ik volgende keer weer. Later.